Op vrijdag 9 februari geven wethouder Herman Geerdes en directeur Erwin Wessels van Altera het startsein voor de upgrading van het centrale plein van winkelcentrum Het Rond. Het plein wordt heringericht met grote bomen, meer terrassen en sfeervolle verlichting. We zijn hier ruim een jaar geleden begonnen. We zijn begonnen met de parkeergarages en langzamerhand zijn we op allerlei plaatsen zijn we aan het bouwen. De terrassen op Het Rond zijn klaar voordat het seizoen begint. De verdere werkzaamheden in en aan het winkelcentrum lopen door tot de zomer. En we hopen dat het ook voorspoedig verloopt. Want dat is nou eenmaal met terrassen zo. Als het zonnetje weer gaat schijnen, dan moet dat het moment zijn waarop in ieder geval de terrassen klaar zijn. En daar zijn de werkzaamheden nu ook op gericht. Na het officiële start zijn, bezoeken we de eerste nieuwe winkels van de Vershof. De markante nieuwe entree is vorige week in gebruik genomen. Evenals de nieuwe winkels van Peter Ulté, Groente en Fruit, Vishandel de Jong en Keurslagerij Stokman. Uiteindelijk is het ook zo dat we midden in het Vershof een bruisend middenplein willen hebben. Waar je dus iedere week bepaalde workshops kan laten doen. Zodat je daar niet alleen maar eventjes kan zitten en een broodje kan doen. Maar ook dat iedereen hier binnen het Vershof alles samen kan voegen om de pannen van de winkel van koken kan mixen met het vlees van de slager, zodat je daar workshops kan laten doen. Van hoe braad je nu vlees? Of hoe maak je een vis schoon? Dat je dat aan de mensen laat zien. Ja, en dan wordt het Vershof niet alleen maar een winkel, dan wordt het een soort van tweede huiskamer. Dat is eigenlijk wat je wil. Een dry age, het is een drogen van vlees eigenlijk. Wat je vroeger slachten de slagers een koe en die gingen in een koelcel en die sneden gewoon steeds een stuk af. Wij doen tegenwoordig alles vacuümeren, dus dat je het langer kan bewaren, zeg maar. Maar dit is gewoon eigenlijk het principe dat ze na een week was zo'n koe op, of anderhalve week, maar dan kreeg je wel een beetje dat die indroogde, zeg maar. Maar wel, hij werd wel steeds lekkerder. Het is net zoals met een haas, een wild, zeg maar. Die hangen ze een paar dagen in de schuur en dan gaan ze pas villen, zeg maar. Om een wat zachtere en lekkere smaak te krijgen. Ik vind het ontzettend mooi geworden. Ik heb het gezien toen ze bezig waren met de verbouwing. Ik was een paar weken geleden bij de slager en toen zouden ze gaan sluiten omdat ze intern zouden gaan verhuizen. En ik zie nu het resultaat en ik vind het ontzettend mooi. Heel ruimtelijk. Ja, het is chic geworden en het ziet er gezellig uit. Dus ja, het is mooi. Het was leuk en het ziet er nog mooier en leuker uit. Heel erg mooi. Het ziet er zeer verzorgd uit, heel professioneel en heel modern. Fantastisch. Echt een felicitatie waard voor de ondernemers hier. En een aanwinst voor Houten. Ja, als ik nu kijk, als ik hier al binnenkom in de Vershof. Enorm heet dat veel licht. Maakt het heel aantrekkelijk ook. En heel gezellig ook. Dus heel sfeervol. Dus ik denk zeker dadelijk, als de Vershof daar helemaal klaar is. Nou, dan weten we niet wat we zien. Ik denk dat het heel, heel mooi is.